Welkom bij deel 2 van Trains. We beginnen met een plaatje uit deel 1 om de draad weer op te pakken en een overzicht van het totale Trains wereldplan. In het eerste deel heb ik beloofd op een aantal details terug te komen. Ik houd me aan beloftes en dus beginnen we bij de rondvlucht door het gebergte. We vliegen hier rond de besneeuwde top van de Mont Sud en hebben een fraai uitzicht over het Rijntal. Hier vliegen we over de stad Zutphen en haar niet bestaande maar levendige containerhaven. Hier zal vast ook wel veel kook het land binnenkomen. Het wordt veel gesnoven door de piloten in dit plan. Het mist zijn uitwerking niet, u zult dat straks wel zien. Dan vliegen we in de richting van het ravijn tussen Zutphen en Deventer met zijn fraaie watervallen. Kijkers die deel 1 niet hebben gezien denken nu, die vent is hartstikke gek. Nou, dat is ook wel een beetje zo, maar daar leg ik uit hoe dat zit. Als we het ravijn uitkomen, zien we in de verte Deventer liggen. Bij Kolmsgate, waarover wij nu vliegen, zien we ook de Kroeshaven, het Fort Lauderdale van Nederland. In deel 1 sprak ik over synchroonkoeien, maar er bestaan ook synchroonmannetjes. Hier zit u zo'n lachwekkend stel bij elkaar, maar als je zegt dat dit een dirigentencursus is, wordt het ineens geloofwaardig. Verder naar de houtwinning. Hier staan een stel houthakkers te hakken met nul resultaat, behalve die ene, en die hakt nou net niet. U hoort de protesterende kraaien die van hun nesten opschrikken. Als er een boom geveld is, groeit er spontaan in een seconde een nieuwe. Dat heet productie maken. Zoals de kijker van deel 1 weet, is er een route van Zutphen naar Apeldoorn via het Rijndal. Maar er is er ook een via het eiland Ameland en die pakken we nu. Daarvoor gaan we eerst over een flyover en aanstonds door een tunnel onder zee. U zult zien dat de welstand van de bewoners op deze route nogal verschilt. Het is net echt.
We stoppen hier op station Ameland, waar een Franse hoge snelheidstrein vertrekt. Ameland heeft een paar fraaie stranden waar veel toeristen graag gebruik van maken. Een andere belofte was de KLM-trein van Apeldoorn naar de luchthaven te volgen. Dat is niet teugen, want die heeft in dit plan geen vliegveld. Wanneer we daar op het station aankomen, kunt u ook zien dat het in- en uitstappen nog een beetje primitief is geregeld. Maar het is leuk dat de deuren open gaan. De passagiers worden als het ware in en uit de trein geteleporteerd. Er is ook een helikopterverbinding tussen de luchthaven, die overigens vliegveld Elsweg heet, en Apeldoorn. Hier volgen we zo'n vluchtje. We gaan nu met een cityhopper van Apeldoorn naar Zutphen en dan via het Rijndal terug. Zoals ik al zei, zijn de piloten hier kooksnuivers, want ze houden zich aan geen enkele veiligheidsregel. Met z'n tweeën de startbaan op, landen als er nog een toestel op de baan is en dat soort dingen. Ik heb er al een aantal ontslagen, maar het helpt niets.
Let nog even op, want dan kunt u een snelheidsbordje in de lucht zien hangen, die ik vergeten ben weg te halen. Daar is hij. Hier vliegen we over Zutphen met haar containerhaven en we duiken aanstonds het Rijndal in. Ik wil ook nog even al die professionele en niet-professionele ontwerpers bedanken die al dat moois gemaakt hebben die je in het programma Trains kunt gebruiken. We gaan nu de landing op Airport Elsweg inzetten en kijk, dit bedoel ik nu met dat pilotenschorriemorrie. In deel 1 had ik ze al genoemd, schepen op de Rijn. We volgen een klein stukje één van de gewaardeerde binnenschippers. In deel 1, toen we de Golden Gate overstaken, vertelde ik dat er ook cruiseschepen onder de brug doorvoeren, maar dat die toen niet te zien waren. Hier zijn ze dan, maar nu is er natuurlijk net geen trein te zien. Ik vertelde ook over synchroonkoeien. Hier kunt u dat beter zien. We volgen nu de trein van Twello naar de visserijhaven. Dit is volgens mij de kleinste rangierlocomotief van de Nederlandse spoorwegen. Deze heeft ook bediening aan de buitenzijde. Ze noemen hem de Schik. We vertrekken vanuit Deventer met de oude Duitse railbus naar het eiland Texel. Een paar mooie bruggen verbinden het met het vasteland.
Het is ook hier een geliefd toeristenoord. En zoals u ziet zijn de parkeerplaatsen bij het strand overvol. U ziet trouwens ook het effect van de opwarming van de aarde. Texel staat vol met palmbomen. We rijden nu van Deventer naar Heino en daarvoor moeten we een woestijn doorsnijden. Middenin is een mooie waterpoel en er is een pracht van een oase ontstaan. Excuses voor de matige geluidskwaliteit van deze trein. Italiaanse kwaliteit en hard wil die ook al niet. Voor ons ziet u roofvogels cirkelen. Als we voorbij zijn, storten ze zich op die dooie kameel die op die rode vlek ligt. Als we zo de tunnel uitrijden, komen we aan in Heino en in een Eldorado van groen. Heino lijkt een beetje een spookstad, want je ziet er niemand. Dat is natuurlijk mijn schuld, want ik heb er niemand neergezet. Maar ze zijn ook kwaad op me. Na Heino komt namelijk Raalte en dat accepteren ze niet. Deventer, Heino, Raalte? Zeg nou zelf, dom toch? Hier komen we aan in Raalte. Deze inwoners zitten er niet mee dat de namen verwisseld zijn en ze zijn er gewoon. Overigens was Raalte een van de eerste door mij ingerichte stadjes. De burgemeester wilde inspraak, maar daar kon geen sprake van zijn. Hij is gepromoveerd naar Rode School.
We komen nu in achtergebleven gebied. Hier heb ik behalve het gras nog geen aankleding aangebracht. Het moet zijn tijd hebben. Maar ik laat het toch even zien, zodat u wellicht begrijpt hoeveel werk het is en dat je veel geduld moet hebben en het heel leuk moet vinden om het vol te houden. We naderen nu het station van Nijverdal. Deze burgemeester bemoeit er zich niet mee en het resultaat mag er zijn. Nijverdal heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een prachtige stad met nota bene een eigen internationale luchthaven, die we de tunnel noemen. We volgen de trein die Nijverdal Centrum verbindt met de tunnel. We rijden om de welstandswijk met erg veel bankiers en piloten natuurlijk. Ook volgen we even de goederentrein die op weg is naar het industriegebied achter de luchthaven. Hier zie ik voor het eerst dat er ook nog vracht in die wagons ligt. Omdat ik de industrie verder niet ontwikkeld heb, gebeurt daar niet zoveel en dus slaan we dat grotendeels over. Hier is het Nijverdalse slachthuis waar we zojuist onze synchroonkoeien hebben afgeleverd. We besluiten deze treinreis met een gezellig ritje door het soms pittoreske Nijverdal. Nijverdal heeft een lijnverbinding met Apeldoorn, dat aan de andere kant van het totale plan ligt. We vliegen met een Boeing 737 van American mee naar Apeldoorn voor een laatste totaaloverzicht van het plan.
Onder ons schuift Raalte voorbij, zonder burgemeester. Vervolgens het ontvolkte Heino. We vliegen over de woestijn waar de roofvogels bezig zijn met die dode kameel. Hier is Deventer weer, als druk treinenknooppunt. Zo, boven onze wereld, kan je natuurlijk ook goed zien dat ik lang niet alles heb aangekleed, omdat je dat vanuit de treinen toch niet ziet. Over het ravijn richting Zutphen. En dan vliegen we weer aan op de luchthaven Elsweg van Apeldoorn. Dit waren mijn beide filmpjes over het hobbyprogramma Trains. Ik ben ervan overtuigd dat u een goede indruk van de mogelijkheden hebt gekregen en hoop dat u met net zoveel plezier hebt gekeken als ik heb gehad met het maken. En bedankt voor uw geduld als u deze woorden nog hoort.